In Spanje, weer de tegenstanders, allemaal elektrische superbike-achtige motoren. Wat zijn de specificaties dan? Die gaan qua zijn 300 tot 200. En trekken daar ook iets langzaam op. Maar ze zijn veel lichter en heel erg afschuwelijk. Ja, veel meer paarden zijn Ja, dat is een korte achter.
16 uur. Je hoort ze bijna niet, want het zijn elektrische auto's. Maar ze rijden op waterstof, dat in een vraag in brandstofcel teruggezet wordt. En de brandstofcel werkt dan de elektriciteit waarbij deze auto's rijden. Het is dus geen brandstof. Dat is hoe we maar weer een beetje gaan. Daar is het vooral bij. Ik denk eigenlijk dat het Tim is die hier nog even een klein donutje draait. Gaan die dan nog even naar de tweede pijn toe? Nou, daar gaan we wel even naar de tweede pijn toe. Wat je wil, dat gaat best wel snel. Leuk hoe je erover spreekt.
feesten. Ik heb ook nog nooit gezien, maar ook via die van Belkampier. Celebration of motorsport at a wonderful racetrack.